Kom mee, we moeten hem aftanken en dan kunnen we los. Geweldige dag natuurlijk, een dag om trots op te zijn, een historische dag. Vandaag noemen we de aftrap van een serie, een wekelijkse serie van vluchten van JFK naar Amsterdam. Biofuel is voor KLM heel belangrijk. Wij zijn een voorloper in duurzaam vliegen. En zonder biofuel kunnen wij niet de slag maken die we willen maken. En binnen een paar jaar hebben wij andere soorten biofuel waardoor we het verder kunnen opschalen. Wat nu gebeurt met dit project, dat is inderdaad een voorbeeld van license to lead. Want dit is nog niet elders gedaan op deze manier. Het geeft aan dat je serieus neemt wat nodig is in de wereld van vandaag de dag. Het geeft aan hoe je als bedrijf kunt inspelen op het thema duurzaamheid. En daarom verdient dit de volle steun. Ik ben blij hier vanmorgen te zijn. En ik zal graag het startschot voor deze mooie vlucht op afgewerkte patatolie geven. Dank u wel. U weet waar u zo meteen op vliegt? Gebruikte frietolie. Dat is van de patatjes. Het kan niet bijzonder genoeg zijn, kan ik u vertellen. Als je iets kan doen om de wereld een beetje in stand te houden, om het een beetje beter te maken, is het alleen maar leuker. Ik hoop dat we op een moment komen dat we kunnen zeggen, vanaf Schiphol wordt er alleen nog maar met bijmenging van biofuels gevlogen.